อันนี้ห้องอาบน้ำสมัยก่อนของราชินีค่ะมันจะมีเตาผิงแล้วก็ตรงนี้ก็อาบน้ำค่ะJe bent er al. Dus wat moesten ze doen? Ze moesten naar de poom of naar de paus om toestemming te geven voor de scheiding. Nou, de paus zei dat gebeurt niet. Dus ze zeiden dan ga ik gewoon mijn eigen kerk starten. En hij startte de Anglikaanse kerk in Nederland. Hij zei, nu kan ik lekker scheiden en hij deed dat. Maar Catharine van Aragon was natuurlijk wel heel rooms-katholiek. En zij moest helemaal bijkomen van die stress natuurlijk. Ze moest schieten. En ik denk dat deze dame... En de laatste gelukkig voor haar, die heeft Hendrik de Achtste overleefd. Gelukkig. Maar ja, toen Hendrik de Achtste dus overleed, moest natuurlijk zijn zoon Edward het overnemen. Maar Edward, toen hij geboren was, was hij heel erg ziekelijk. En jongetjes waren meer ziekelijk dan meisjes. Dat heeft dan met een ding te maken, chromosomen. Jonge mannen hebben twee dezelfde en mannen, vrouwen twee andere. Dus die andere, de chromosomen neemt het dan over. Maar goed, die mannen waren dus niet zo gezond als de dames. Dus wat ze dan deden, ze verkleden de meisje, of de jongens als een meisje. Dat is een jongen. Want dan hoopten ze bij gelovigheid dat de dood dan wel voorbij zou gaan. Ja, dat is gewoon een Maar Edward had geluk, hij groeide op en hij nam het over van zijn vader, Hendrik de Achtste. Maar op het moment hebben we Elisabeth II. King Rajini Elisabeth II. Klein beetje geschiedenis van Hendrik de Achtste. En houd in het achterhoofd dat hij hier dus gelopen heeft met zijn voetstappen. Lang geleden. อันนี้คือเฮนรี่ที่3ค่ะรูปของคิงเฮนรี่ที่3โอ้ซอรี่เฮนรี่ที่8ค่ะแล้วเฮนรี่ daarachter dan zat zijn muziekอันนี้คือห้องโถงที่สมัยก่อนเขาใช้ต้อนรับแขกกินเลี้ยงกันค่ะและเฮนริกเดอะอัคเซ่เขาจะไปเรื่อยๆ